Het is eigenlijk een uitstel wat BMW gaat voorstellen naar de gemeenteraadsleden, want die moeten beslissen. En dat staat in het rapport van de gemeente. Dus zij zeggen, wij stellen het gewoon uit. Het is absoluut niet van de baan. Want wij moeten met een commissie kunnen bewijzen dat de bibliotheek ook een toekomst heeft. Nou, dat gaat als volgt. We hadden in eerste instantie gedacht een bezuiniging op de bibliotheek te realiseren door de sluiting van Weijen en daarnaast te onderzoeken wat de mogelijke alternatieven zijn. Maar de actiegroep en het protest ging met name om de sluiting van de bibliotheek. En daar waren grote bezwaren tegen. Men is natuurlijk behoorlijk geschrokken van de reacties vanuit de bevolking. Er zijn toch wel 150 bezwaarschriften binnengekomen. De handtekeningen zijn niet meer te tellen, dat loopt in de duizenden. Nu gaan we het eigenlijk omdraaien, althans dat is het voorstel van het gemeentebestuur, dus het college. Dus eerst onderzoeken wat zijn mogelijke alternatieven. Hoe zou je ook vorm kunnen geven aan de vernieuwde bibliotheek, want de bibliotheekwereld verandert eigenlijk heel snel. Dus hoe kunnen we daar het beste op inspelen en vervolgens kijken of je daar door middel van dat soort ingrepen ook nog een kleine bezuiniging kunt realiseren.